Hallo allemaal, welkom bij deel 21, mogelijk het voorlaatste deel. Dan wat ik al gezegd heb, deze gameplay beëindigt dan, want het is geen middelbare school meer. En deze LP heet middelbare school. Ik moet nog even werken aan de naam voor de nieuwe, maar dat is wel op een volgende, uitlopend van hier naar het volgende verhaal. Dus we gaan zaterdag verhuizen. Ik ga wel een monitiet gebruiken voor gratis verhuizen. Want ik heb die 1,9 miljoen niet. En het duurt veel te lang voordat ik dat heb, want dan moet ik er nog 20 afleveringen hier blijven. Dan heb ik geen zin in. Ja, wat nou maar op met je collega's schijnen, man. Ja, spelen. Monster Hunter. Oh, wauw. Gaan spelen. Ja, dan zit je wel een tijdje te steken. Moeilijk spel. Best een moeilijk spel. Oh, ja, hoor. In je nieuwe huis heb je het tweede etage genoeg attributen om te trimmen. Trainen. We gaan weer aangebeld. Nee, waar sta jij alleen mee? Oh, je zit a trip to memory lane. Hè? Je weet je gaat verhuizen. Hè? Je weet nog dat je kind was hier. Je heeft later tiener werd. Al je schooldagen er. Ja, en toen begon je boos te worden. Heel normaal. Hè. Maar donderdag word je ouder, dus. Of verder zaterdag. Dus geniet er nog even van. Zo groei je zo snel. Ja, maar dat. Ga toch eens op, we weten het niet meer. Als het vraagt het één keer op de computer en ze blijven hier spammen. Hey. Je mag nog even in die kleding rond blijven lopen van me. Je hebt het goed gedaan, maar zaterdag is het uit. Dat geldt ook voor. Nou ja, je wordt ouder, dus je trekt sowieso andere kleding aan. Ja, ik weet dat je het niet leuk vindt, maar toch is het zo. Je gaat wel. Meneer, had u een telefoontje gepleegd? Ja. Had u huiswerk? Oh nee, je hebt. Je huiswerk. Sorry, je hebt geen huiswerk meer. Sorry, mijn fout. En jij hebt je telefoontje gedaan, ja? Oh, wacht, ben jij vergeten? Je hebt je aandeel 75%. Ik wist het. Het is een bug. Het is een bug. Want ze blijft steeds op 75% hangen. Maar dat groene ding is al vol. Dus dan gaan we even verder. Hier. Zet hem even op steentje 3. Op zo. Hoppakee. Je bent klaar. Jij had hem al. Ja, voor hier moet ik er echt even mee helpen, want dit zeg ik, dat ding dat kost veel te duur. Dan hebben we geen geld meer voor de huur, et cetera. Nou, dat ga ik niet beginnen. Jij hebt juist weggetooid. Ja, prima. Jij hebt gemiddeld als een 6. Oeh. En jij een 10. Oeh, kun jij extra huiswerk maken? Nee. Nou, dan cheat ik je ook wel naar 10 vrijdag. Als ik er nou wel over mag, niet uit. Vrijdag of dag. Hier. Oh ja, hier. Promote max level. Zo. Cheerleader? Nee, middelbare schoolman. Cheerleader ook, dus. Zo, even kijken. Wat super. Je moet je huiswerk nog maken. Wacht, je bent hoger gekomen, ja. Is dat? Nee, die mag jij in je tas houden. Die heb jij verdiend. Die mag jij houden. Thank you.
En ze hebben een cheerleading teamvlag. Gepromoveerd door cheerleader aanvoerder. Ja, een paar dagen. De cijfers zijn gestegen van Cassandra, ja. Ja, dat zeg ik. Dat is ook een laadbloeiertje, maar als ze eenmaal op gang zijn, zijn ze op gang. Ik vermoed dat er steeds vragen gaan komen waarom mijn Sims altijd zwarte ogen hebben. Ik vind dat de mooiste kleur voor het vampier. Al mijn vampieren hebben zwarte ogen. Behalve Steve. Die heeft bloeddoorlopende wit-gele ogen. Omdat Steve is niet officieel van deze familie. Haar, hoe heet het, spoel er binnen, is sterker dan dat van hem. Dus ze krijgen alleen maar meiden als kind. En allemaal zwarte ogen. Ja, zij dat niet, want zij is niet volgens, maar allemaal zwarte ogen. En dat heb ik haar alleen gegeven. De kinderen die geboren zijn, hebben standaard zwarte ogen. Als ze baby zijn nog niet, maar als ze ouder worden, bam, zwarte ogen. De chromosomen, die bedoel ik. Die zijn van haar sterker dan die van hem. En dat verzin ik niet, dat is zo. Want ik kan een dochter krijgen, vampier. Ze krijgen zwarte ogen. Maar ik weet even niet wat ik met jou aan moet. Ingeluidsblauw. Oh god, dat meen je niet. Oh, hier gaat heel wat getuurd worden. Want ik ga dat soort dingen niet maken. Dat duurt wel zo lang. En dan moet ik dat robotstation hebben. Dus het gaat. Deze is op mij. Nee. Ja, kijk. Yeah. Ik vind het jammer dat je als kind zijnde geen streepjes op de behang kon zijn als je aan grote werd. Dat deden wij vroeger thuis ook altijd. Mijn vader altijd, ja, heb ik je hoofd tegen de muur staan? Streepje. Dat is weer wat groter waren. Streepie. Ja, jullie dochter overstijgt jullie alle twee, want jullie hebben alle twee geen graad. Zij wel. Wat verdien jij eigenlijk? 197 simoleons per uur. We hebben een nieuwe kostwinner in huis. Helaas hoef je pas over 2 dagen naar school. Ik ga even met hoe heet ze mee, want ik wil haar... Oh nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dan ga ik met jou mee. Nee, jij. Raar dat je niet met alle twee mee kan, want ze gaan alle twee naar dezelfde school. Maar waarschijnlijk gaat zij naar een andere dimensie. Dat zal het zijn. Want in wezen, dat zat ik me net te bedenken, als jij twee Sims naar zo'n studentenhuis sturen, is dat in wezen hun huis. Dus ik zat in alle tijden ook met mijn eigen familie. Kunnen spelen. Wat moet je doen? Ja, vrije ochtend. Maar je moet wel studeren. Wat een vrije ochtend. Universiteit. Nee.
middelbare school. Studeren voor tentamen. En daarna gaan we op de band. Zo. Standje 3. Stop. Juist, meteen op de band. Ja, oké, je hebt hem gehaald. Zo. Want ik vind dat belachelijk. Je kan het nooit redden anders. Dat is het dorst. Zo. Hé, hey, wakker blijven, hè. Niet indommelen. Ik zag het wel. Ja, ik zag het wel, mevrouw. Ja. Je bent een vampier, je hebt geen slaap. Telefoon? Oh, nee. Hey, wil je je boekje er een beetje bij pakken? Joekie, niet... Ja, jij hebt je boek, jij hebt je boek, jij hebt je boek. Oké. Okay. Hé, hey, je geliefde is er niet. Zit je toch in een andere dimensie? Schoon. Ze heeft ook maar twee keer heeft ze de les verlaten. Maar ik heb het op tijd teruggehaald, want het blijkt als het te vaak gebeurt, word je van school gestuurd. Dus daar ben ik blij mee dat ik het gedaan heb. En nu doet ze het gelukkig niet meer. Is het nog steeds de jurken? Nou, we hebben bijna pauze. Wat moeten we doen in de pauze? Ja, leuk hè? Hey. Studeren voor tentamens, ja. Ik ben nog sneller. Hierheen teleporteren. Is het daadwerkelijk sneller? Nee, want ze doet het niet. We studeren voor tentamen. Nee, je moet hierheen, liefjes. Ja. Een middelbare school studeren voor tentamen. Standje 3, we zullen ook alweer hier op moeten. Oh nee, nee. Vriendelijk zijn tegen de studie. Ik ben zo bang dat we weer naar beneden moeten. Nee, hier staat er een. Aardige introductie. Dan moet er nog een keer wat aardig in, want stelt het niet. Dan moet ik weer wachten tot ze het gedaan heeft. Tegen hoeveel studenten moet ik vriendelijk zijn? Tegen haar, he. Nou, sorry mevrouw, ik heb geen eten voor nu nodig. We hebben één keer iemand gedronken, omdat hij toevallig alleen in de klas zat. Dat is nu niet het geval. Is dat? Oh. Dat nemen wij wel mee. Toch waarschijnlijk de 20 iets weten. Dat is mooi, dat is extra. Heb je dorst? Nee. Oh. Kun jij nog extra huiswerk maken? Misschien. Waarschijnlijk heb je het al gedaan. Oh, 160 simoleons, zo. Vonden geld. Kleine sporen of nog meer hier. Ik word net. Ga je wel naar school? Blijf ik even checken. Hey, bliksem, pluk wat meer van die rotzooi neer.
Wel minimaal 260 smolten bestelling. Alexa, how many time left? There are no time is set. Alexa. Alexa. Is doof. Alexa. Set timer 20 minutes. 20 minutes. Starting now. Oh, we waren ruim op tijd. Where the fuck are you? Oh, verkeerde school. Verkeerde klas. Ah, ze zit helemaal achterin. Ik vind altijd degene die altijd helemaal achterin gaan zitten, zijn degene die minst interesse hebben. Wat heb jij? Vreemde talen, maar wat leer jij hier dan? Want een bestandje 3 doen, dan voelt ze dat het vullen. Ja, ik denk niet eens dat het aanvoelt. De tijd is bijna. Hij is om. En naar huis! Zo. Zo hard gaat de vliegende nonnie uit. Oh, kennen we die nog? De vliegende nonnie? Waar zit ook alweer op? Sky TV? Of ik weet niet, of de BBC? Nee, ik dacht de BBC. Wat hoor ik nou? Er staat weer een ding zo uit. Kun je vrijdag terugbellen? Ga even douchen. Oh, dat kan je niet. Ik weet niet hoe. Oké. En hij heeft heel wat geleerd. Oké. Een van de beste leerlingen van Copperdale Middelbare School. Ga zo door. Nou, dan ga ik morgen met jou heen. Goed. Claudia presteert buitengewoon goed. Ze kan eerder afstuderen als ze met de rector praat of de computer gebruikt. Ja. Goed. Is het alweer donderdag? Nog één dag? Vrijdagavond gaat het gebeuren. 1160. Oeh, die hebben we nog, die hebben we een bonus gehad. Nee. Dat verdient ze gewoon. Oh, Steve, ja, je ligt weer achter. Ah, toen werd ze wakker. En Steve nog op het kantoor. Ah, je bent bijna thuis. Oh ja, post. Oeps. Maar ik moet meteen de hele familie meenemen. Ja, klaar. Even verstandje 3 voor je. Zelfs verstandje 3. Ja, ik kan ze leggen niet te slapen. Dus. Ja, helaas. Helaas. Die vrouw verdient meer. Oh, hoeveel afwas hebben we nu al? Je gaat elk bordje zelf afwassen. Dan weet je het vast. 6, 12 stuks. Wat is dat? All-Star Gouden Cheerleading. Met. Deze Jerry en Team Flake. Oh, die is niet van mij. Die is van Cassandra. Die hangen we even hier neer. Zo. Cassandra, waar ben je?
Oh shit, kan ik dat niet aan jou doorgeven? Kan ik dat niet aan jou geven? Ik hoor een piep, dus waarschijnlijk net nou. Nee, ik ga het niet. Nou, dan laat ik hem in het huis hangen, want wij hebben hem niet verdiend. Zou er niet erom? Is de telefoon? Ja, langer aan de lijn blijven. Nee, hier is niks terug. Hier is ook niks terug. De radio misschien? Is het jouw? Ja. En wil ik maken. De laatste dag dat jullie je huiswerk moeten doen. Oehoe, aha, is het casino? Oeh, het zijn nog heel veel. Zo. Er moet nog iets in de tas zitten. Nou, dat valt tegen. Hier gaat wel niks in je tas, hè? Ja, nee, dit is ook van jou. Oh, 150 verkeerd. Dat zeg ik, dat is niet van mij, dat is van haar. Ga ervoor. Jullie, jij hebt waarschijnlijk je werk voor 75% aandelen. Nee, helemaal niet. Oh, heb je die 25%? Oh, die 25 hadden we erbij gedaan. Jawel, jawel, jawel. Oké. Okay. Achter uw computer. Niet zitten. Dat ga je toch wel doen. 1, 2, WIP. Aandelen onderzoeken. U mag weer even een telefonisch Skype-gesprekje beginnen. Zo. Jij hebt nog niet gewerkt, dus je moet over 15 uur werken. Dat is goed. Jij bent bezig. Jij hebt 25% gedaan. Dan niet praten, AUB. Kijk, het gaat meteen een stuk sneller. Jij hebt 75% gedaan. Ze zijn alle twee tegelijk begonnen. Zij heeft niet gehouden neeld. Kijk, zij is al klaar. Terwijl zij net over de helft is. Dat bedoel ik. Van als ze aan, je kan ze laten ouwehoeren, maar dan duurt het zo lang voordat ze het daar af hebben. Ook zie je nog veel meer dingen. Die gaan ook in de tas. Kom op, er staat nog wat. Ja. Sorry. Dat is één computer, toch? Ja. Oké. Okay. Daar hebben jullie betere computers tussen. Degene die hier gaat wonen, welke zin, waarschijnlijk een zin van mij, ik denk dat ik weer een familie wat ik over heb hierin gestoken. Maar ja, die hebben daar wel een compleet huis. En beter dan dat het huis was. Het was eigenlijk was het een huurhuis, maar ik heb er een privéhuis van gemaakt. Even door bij de dame, je zit pas 75%. Niet
Hij valt hard. Heel goed. Zo. Dan zijn we allemaal. Ik blijf er even bij, want jij stopt zometeen bij de 75%. Ik ga ze nou wel door. Nee. Oh, wel. Sorry. Zo. Nou, iedereen een werk getooid. Ja. Oké. Even een slokje nemen. Deze rot hier. Ja, waarom heb ik mijn lamp aan beneden hier al? Ik heb het raam al voorbij, want ik ben toen niet aan het filmen hoor, dus. Ik kan niet het licht komen. Ah, kijk. Blijft die muggen tenminste een beetje op afstand. Waarom ik mijn mug irritant vind, ik word niet gebeten, maar ik hoor wel steeds dat gezoem. Zoem. Nu zou ik me niet kunnen schuilen, want ik ga toch pas om 4 uur naar mijn bed. Maar als ik moet werken, dan vind ik het vervelend. Als ik om 1 uur s'nachts wakker word gemaakt, dat het zoem. Om 3 uur is het 4 minuutjes later, moet ik er alweer uit. Fear. Alma is coming for you. Weekend Alma. Komt uit Fear. F-E-A-R. Oh, fuck. Hoe ben jij er vandaag gekomen? Ga jij je boekje van lezen? Hey, wat heb je met het boek gedaan? Douchebag. Je zit in een lekkere stoel, dus niet zeur. Building. Je leert er niks van. Zullen we deze maar doen dan? Ja, pleur je dat boek. Ah, het is weer zover. Ga naar lezen, man, rot op. Ah, je bent met. Ah, hier leert hij wel van. Oké. Ah, het gaat dat langzaam.
Charisma. Nou, inzicht heb je gedaan. Hè. Jij moet level 6 bereiken, dus ik denk dat jij wel 3 kan lezen. Wat is er aan de hand? Verkouden! Moment! Steve! Waar is de U? Ik neem ze er wel, ik neem ze, oh wacht, ik moet ze niet meer even nemen. Nou, kom op. En die ga je best lief. Zo. Oh, we hebben daarna 2 met een boek in de hand. Oh, is dat het verkeerde deel? Ja. Nee, jij niet. Shut up. Ja, dit duurt me te lang, hoor. Dag, alsjeblieft. Weer resetten. Dan gaat hij niet naar zijn werk. En dan was er nog eentje die er last van had. Jij. Zo. Ik moet die boeken tenminste opruimen. Waar die andere boeken op mag lezen. Ach, nou, dankjewel. Dankjewel. Neem jij weg? Over 3 uur. Gaal. Oeh, dan werk je laat. Ja, dat moet zeker. Dat zeg ik. Moeten we weer zitten. Ik zal die boeken zelf wel in de boekenkast leggen, want anders blijven ze ermee lopen. Zo. Ja mensen, jullie laatste dag in dit huis. Al jullie herinneringen. Kan ik al een feit kiezen? Oh! Nou, dat wist ik niet. Het spel vraagt duidelijk met wie wil je. Dus ik denk, je moet er één van de 2 kiezen. Maar toen zag ik, ja, dat zal het weer goed. Maar ik denk, nee. Misschien kan ik het niet. We moeten schaar. Oh, sporten eerst. Oké. Okay. Energieke training. You. Trainen op het toestel. Samen trainen. Standje 3. Waar blijft? Daar bent u. Ik hoop niet dat er nog iets achteraan komt. Kijk hoe lang ze bezig zijn.
Bedankt voor het kijken, tot de volgende video.